Wij zijn actief in het vervoer van vloeistoffen in tankwagens en tankcontainers. Wij werken voornamelijk voor de chemische en de olieindustrie. En wij zijn zeer gefocust op kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid. Ik ben zaakvoerder van Transport Mervilde, verantwoordelijk voor het algemeen management. Nu worden wij steeds meer geconfronteerd met slot-time booking systems. Dus wij moeten aanmelden bij onze klant wanneer wij komen laden of lossen. En dat wordt steeds moeilijker voor onze planning om daar correct op in te spelen. Onze vrachtwagens die worden geconfronteerd met meer en meer files. Dus wij weten steeds wanneer een vrachtwagen hier vertrekt, maar het wordt moeilijker om te weten wanneer hij aankomt. Door de machine-to-machine oplossing hebben wij de mogelijkheid gekregen om onze vrachtwagens online te zien via een track and tracing system. Dat maakt het voor de planner heel wat gemakkelijker om te zien waar de chauffeur zich bevindt. Dus naar de planning toe is het een super efficiënt middel om het een stuk eenvoudiger te laten verlopen. Dus zonder dat hij daarvoor de chauffeur moet bellen. Dus dat zorgt voor minder stress op de planning. Bovendien wordt de chauffeur niet gestoord tijdens het rijden. Wij kunnen beter inspelen op de vragen van onze klanten. Wij zijn al zeer lang klant bij Proximus, aanvankelijk voor het pure gsm-verkeer. Op het moment, dus in 2006, hebben wij beslist om de boordcomputers van Punch in onze vrachtwagens in te bouwen. En op dat moment was Proximus voor ons de beste partner die ons het meest dekking in de regio's kon garanderen waar wij actief zijn. Een van onze activiteiten is ook het distributie van oliën doorheen Europa. Die producten die worden gelost met een telsysteem. Op het moment dat de chauffeur het product gelost heeft, kan hij zien via de teller hoeveel liter er effectief gelost is. Nu zouden wij graag hebben dat dat gekoppeld wordt aan de boordcomputer, dat dat automatisch doorgestuurd wordt naar onze opdrachtgever, zodanig dat hij onmiddellijk na het lossen zijn factuur kan opmaken al naar de eindafnemer van het product.